wat is niet aan de voorzitter van het parlement om een besluit te nemen. De wet artikelen zijn duidelijk hoe de procedure moet volgen. En het proces is niet ingezet. Artikel 68 is duidelijk. Het is nader uitgewerkt met de wet van 17 augustus 2016. Artikel 141 van de kiesregeling is duidelijk wat moet gebeuren. En als er niet voldaan is daaraan, dan kan de voorzitter van het parlement niet zo een besluit drukken. Dus ze gaan recht zoeken. En als de rechter zegt van nee, want de argument heeft gelijk, dan ga ik naar het parlement. Als de rechter zegt van de argument heeft ongelijk, dan houdt het op. Dan ga ik door met andere dingen waar ik ook nog mijn bijdrage aan leveren.